Je wilt weten hoe je de beste orchideeën teelt in een zo duurzaam mogelijke omgeving? Komt goed uit. Dat is precies onze drijfveer. In de volgende 3 minuten laten we je zien hoe een klein stekje zich in 1,5 jaar tijd ontwikkelt tot een orchidee van wereldklasse. Hier komen de stekjes binnen en controleren deze terlakers ze op kwaliteit, om ze daarna op grootte te sorteren en in een tray te plaatsen. Dan gaan de orchideeën in spe voor het eerst de warme kas in. Geen gewone kas, maar een daglichtkas. Klinkt ingewikkeld, maar dit is het belangrijkste. Met dit innovatieve systeem kunnen we tot 50% aan energie besparen. Tijd voor de volgende stap. De stekjes zijn groot genoeg om verder te groeien in een eigen pot. Die pot krijgt een unieke code, zodat we altijd weten met welke specifieke orchidee we te maken hebben, welk soort het is en hoe oud de plant is. Laten we het zo zeggen. We kennen iedere plant bij naam en toenaam. Daar gaan ze, voor de 2e keer de warme kas in. Maak kennis met een van onze geheel geautomatiseerde terlakers. Gedurende het tiltproces gaat elke plant 5 keer langs een camera. Je wilt natuurlijk weten hoe het met ze gaat. Daarom slaan we data over onder andere grootte en in een later stadium de hoogte en aantal takken op in een chip onder de tiltvaas. Tiltvaas? Ja, die zorgt ervoor dat bladeren netjes omhoog groeien en dat licht gelijkmatig over de planten wordt verdeeld. Gedurende het tiltproces verhuist de plant 2 keer naar een passende tiltvaas. En ook dat gaat volledig geautomatiseerd. Welkom in de koeling. De plek waar de orchidee voor het eerst haar takken laat zien. Hier bootsen we de natuurlijke regentijd van de tropen na en zakt de temperatuur. De planten genieten regelmatig van een verfrissend buitje. Maar water wordt toch steeds schaarser? Klopt, daarom recirculeren we ook bijna al ons water. Je wilt ook als kweker je verantwoordelijkheid nemen. We zijn er bijna. De planten hebben het naar hun zin en laten de eerste knoppen zien. Om te voorkomen dat de takken daardoor te zwaar worden en breken, bieden we wat extra ondersteuning. Daarna gaan deze toekomstige kleurrijke wereldreizigers voor de laatste keer de kas in, om daar voorzichtig wat van hun schitterende bloemen te ontluiken. Wat een uitzicht! Na ruim 70 weken in de watten te zijn gelegd, staan alle planten in bloei en zijn ze klaar om verkocht te worden. Voor vertrek krijgen ze een QR-code met verzorgingstips en vinden dan hun weg naar tuincentra, bloemisten en retailers in heel Europa. Zo bezorgen we als terlaak een lang bloeiende glimlach op het gezicht van vele consumenten. Daar gaan we iedere dag voor. 100%.